Hele goede middag op deze woensdag. Het is 27 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Vandaag op de planning is gewoon de schoonmaak hier in huis. Want ja, dat moet weer eventjes gebeuren. Dus kan ik ook gelijk mooi eventjes de nieuwe allesreiniger proberen voor de dweilen die ik gisteren gekocht heb. Dus dat ga ik mooi eventjes doen. Nou, ik werd wakker en ik dacht, is het nou zo zonnig? Maar de katten hadden de lampjes aangedaan. Ik heb zo'n afstandsbediening voor mijn lampjes. Er zit, ja, het zijn... Excuseer. Een soort van connectors. Die zitten in mijn lampjes. En dan hoef ik maar op één knopje te drukken en dan gaan alle lampjes aan. Dat vind ik zelf wel fijn. Alleen het kleine zoutlampje moet ik zelf aanzetten. Maar ik denk dat ze op het knopje hadden gestaan met hun pootjes. Want die stonden aan. Want ik heb ze uitgeruimd toen ik ging slapen. Dus... Nou, dat was een beetje gekkig, maar goed. Die heb ik gewoon uitgedaan. Ja, gisteravond heb ik Bureau Hofstad gekeken. En dat was ook wel weer een hele mooie uitzending. Alleen ik merk wel dat ik het ontzettend lang vind duren. Het duurt 1,5 uur. Veel reclame tussendoor. En ik snap best wel dat de commercial breaks moeten zitten in programma's. Maar ik vind wel dat RTL hier wel echt een beetje de... Ja, de aanvoerder in is. Zoveel reclames in één zo'n programma. Merk ik bij de Masked Singer ook. En dan denk ik van ja, laat dan een programma gewoon iets korter duren. Zonder al die reclame steeds tussendoor. En af en toe is het best wel fijn als je naar het toilet moet. Of dat je nog even wat kan pakken. Maar soms denk ik ook wel eens van nou, weer zo'n reclame. Weet je, dan word ik er gewoon gek van. Daarna heb ik even Cupido of zo gekeken. Dat is een nieuw programma op SBS6. Waarin mensen dus die wat hebben. Op zoek gaan naar de liefde. Ik kende het Vlaamse formaat. Formaat, ja hoor. Het Vlaamse format kende ik al. Daar heb ik wel een stukje van gezien. Maar nu hebben ze dus ook in Nederland uitgebracht. Ja, het was wel leuk om te zien. Alleen ik merk wel, ik heb wel het idee dat Wendy van Dijk er een handje van heeft om ook heel kinderachtig tegen deze mensen te gaan praten. En dat hoeft natuurlijk niet, want het zijn ook gewoon volwassenen. Maar dat zouden ze wel iets minder kunnen doen. Gewoon iets minder kinderlijk tegen deze mensen praten. Want dat vond ik wel een irritatiepuntje. Maar goed... Ik heb de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog wel even een paar nieuwe maken, want die waren niet helemaal mooi geworden. En toen ben ik You gaan kijken en daarna was het tijd voor Witsen. Dus op zich een prima avondje. Lekker gegeten ook, dus dat was allemaal prima. Ik ga nu water maken en dan ga ik water maken. Ja hoor, water maken. Nee, een sopje maken moet ik zeggen. En dan ga ik hier eventjes aan de gang, want des te eerder ben ik ook weer klaar. En ik hoop dat ik het even weer wat warmer krijg, want ik heb het natuurlijk weer koud. Maar ik ga jullie er gewoon weer bij zetten. Even lekker de boel weer fris. Ik word er wel blij van. De boodschappen moeten nog even naar boven. Die staan hier nog. Dus dat moet ook nog even gebeuren. Dus ja, laten we gewoon aan de gang gaan. Ik ga een muziekje aan doen en aan de poets. Ik ben weer klaar. Het huis is helemaal weer schoon. De woonkamer althans. Ik moet nog even een schone handdoek en theedoek ophangen. Maar verder is het allemaal klaar. Dus dat was wel lekker. En ik moet zeggen dat die allesreiniger super lekker ruikt. Ik heb echt lekker gedweld. En het ruikt nu super lekker. Dat vind ik altijd wel fijn.
Dus daarna kon ik nog mooi even lekker bullet journalen, want het ging allemaal vrij vlot. Dus dat was ook wel lekker, even lekker weer mee bezig geweest. Dus ja, wat dat betreft was dat wel gewoon weer eventjes fijn. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten, want de kou sijpelt alweer door me heen. Maar ik wil nu nog niet de verwarming aandoen. Doe ik strakjes. Vanavond heb je het perfecte plaatje, de welbekende naaktshoot. Ben ik niet zo gigantisch fan van, maar ja, ik vind het programma wel leuk. Mocht het me echt niet aanstaan, kan ik dat nog even wegzeppen natuurlijk. Daarna ga ik even dat opruimprogramma kijken. Ik weet nooit zo goed hoe het heet. Met Victor Brandt. En vanavond, oh, dat moet ik nog even instellen. Hudson en Rex kijk ik. En ik heb Wii U, dus dat wordt verder de avond niet heel speciaal. Ik moet nog wel even een artikel schrijven. Ik moet nog even een paar nieuwe foto's voor maken. Moet even de vlog in plannen. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Dus niet heel veel bijzonders, maar dan toch wel weer gewoon lekker mijn dingetjes doen en lekker voor de televisie. Dus dat is wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Heb ook verder eigenlijk niks meer te melden. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Even een correctie. Ik had eigenlijk al gezegd tot morgen. Ik wilde Hudson en Rex opnemen. Komt helaas niet, dus het wordt vanavond gewoon nog een witse. Want ja, je hebt de KNVB-beker, dus dan komt er geen witse. Dus, of weer witse, Hudson en Rex. Dus hopelijk volgende week weer. Dus ja, die wordt het dan in ieder geval niet. Dus dan wordt het in plaats van Hudson en Rex dan witse. Dus ja, dat dan maar. Jammer, maar helaas. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 28 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. Want ik heb een video opgenomen met dit oogschaduw paletten. Maar goed, als deze vlog online komt, is deze video ook al online gekomen. Dus dat heb ik eerst eventjes gedaan. Ik vind het altijd wat spannender om de video's om op te nemen. Want ja. Er was ook naar gevraagd, maar de vraag is altijd: goh, gaat het allemaal goed en blijft hij mooi scherp stellen? Dus dat moet ik allemaal eventjes nog nakijken. Maar ik hoop in ieder geval dat ik weer een mooie video heb neer kunnen zetten. Ja, ik ga straks even bullet journalen. Ik ga wel even alvast de champignons snijden. Ik ga ze eerst even stofzuigen, want dat heb ik nog niet gedaan. Want dan kan ik die champignons alvast snijden, want ik ga vanavond pizza maken. En dan even bullet journalen. Verder niet heel veel op de planning. Ik heb gisteravond lekker het perfecte plaatje gekeken. Had een hele onverwachte wending. Ik vond het zelf heel erg jammer. Er zat wel iemand bij die ik zelf ook echt wel als potentiële winnaar kon zien. En we zijn echt net onderweg met het perfecte plaatje. Degene die eruit moest, vond ik eigenlijk niet zo erg. Maar de wending kwam, want er was één persoon die zelf opstapte. En dat vond ik best wel jammer. Ik dacht echt, oh, jammer. Je had zoveel potentie om echt wel in de finale te belanden. Dus dat vond ik echt wel heel erg jammer. Maar ja, goed, er waren andere werkzaamheden die voorgingen. Dus het ging hem gewoon niet meer lukken om mee te doen. Maar ik vond het wel heel erg jammer. Daarna heb ik even het opruimprogramma gekeken met Victor Brandt. En dat vond ik zo schattig. Er was een heel klein meisje bij. Het meisje had heel veel knuffeltjes. Ook heel veel van die knuffeltjes die je bij de Lidl kan sparen. Die vitamines en nou, ik weet niet wat ze allemaal voor namen hebben. Maar zij had van alles heel veel. Dus ze had wel 5 broccolietjes, 4 bananen, 5 champignons, aardbeien heel veel. Dus Victor die gaat op een gegeven moment bij haar zitten. Ik vind hem zo leuk met kinderen. En dan, ja, je weet natuurlijk, hij heeft zelf geen kinderen. Maar hij is zo leuk met kinderen. Zij ging bij dat meisje zitten. Hij zei, ja, je hebt best wel veel knuffeltjes. Zou er bijvoorbeeld een banaan weg mogen? Nee, zegt ze, de banaan mag niet weg. En een aardbei dan? Nee, banaan of aardbeien ook niet. Een champignon? Eerst was het nee. Nou, toen deed ze toch een champignon in het doosje. Mag er nog een champignon bij? Ja. Nou, ze had 5 champignons en uiteindelijk mochten alle champignons erin. Dus Victor zegt tegen haar, ja, maar wat is er mis met champignons? Ja, maar ik speel daar gewoon niet mee, zegt ze. Dat was zo schattig. Nee, het was echt wel heel erg, erg leuk om weer te zien. Ik heb de vlog ingepland, de thumbnail gemaakt. Ik heb mijn artikel geschreven. Ben ik uiteindelijk best lang mee bezig geweest. Want ik moest nog wat foto's moest ik bewerken. En dat moest ik echt heel strak langs de randjes doen. Dus dat ging allemaal niet zo soepeltjes. Maar ik heb het allemaal afgekregen. Toen ben ik You gaan kijken. En daarna had ik Witsel. Omdat dus Hudson en Rex niet kwam. Vond ik wel jammer. Maar goed, Witsel was ook hartstikke leuk. Dus weet je, het maakt niet heel veel uit. Maar ja, zo verandert het weer eventjes. Dus eigenlijk een prima avondje gehad. Ik kreeg straks een schattige foto van Lente. Nathalie moest thuiswerken en normaal zou Lente naar de oppas zijn.
Nou ja, nee, Nathalie zou, geloof ik, op kantoor zitten eigenlijk. Maar dat kon nu niet, want Lente kon niet naar de oppas. En ging Lente zelf heel lief spelen. Echt super lief zat ze met Cookie Monster. En nou, die vermaakt zichzelf zo goed. En dan kan Nathalie, die kan dus gewoon lekker rustig werken. Terwijl Lente zich heel goed vermaakt. Dat is zo lief om te zien. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga het nu gewoon even de kattenbakken doen en eventjes hier stofzuigen en even de spullen opruimen van de video. En dan kan ik eerst even de champignons snijden en even die bril schoonmaken, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus dan ga ik dat mooi eventjes doen. Dus ja, dat is het dan ook wel. Ik ben in ieder geval blij dat de video erop staat. Nu alleen nog even kijken of het helemaal goed gelukt is. Ik heb er zelfs vannacht over gedroomd dat ik het helemaal niet goed had gedaan. En dan word ik een beetje zo wakker van, oh, als het allemaal maar goed gaat. Maar ik ga het zien. Dus ik ga nu eerst eventjes wat doen. Lekker klaar. Ik heb de zon in mijn ogen schijnen, dus het licht is niet fantastisch. Maar ja, het is even wat het is. Heerlijk even met de bullet journal bezig geweest. De voorkant van augustus afgemaakt. Wat dingen verzameld die ik kon plakken bij de dierentuin. Dus dat was wel leuk. Ik weet niet of het herkenbaar is als er mensen zijn die bullet journalen. Maar knippen jullie ook dingen uit reclamefolders? Ik doe dat dus wel. Als ik iets zie waarvan ik denk, oh, dat kan ik verwerken in mijn bullet journal. Laat ik dat foldertje liggen en dan ga ik dat uitknippen. En dan verzamel ik dat in een bakje. Dat is altijd wel handig, vind ik zelf. Tenminste, ik doe het... Hallo, zon. Heel vaak. Dan zie ik dingen en dan ga ik het bewaren. Dan kan ik het uitknippen. Dan kan ik het weer bij een dag verwerken. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Ik heb net even wat dingen opgenomen. Ik heb witsen opgenomen. Ik heb ook eventjes... Er komt weer een nieuwe documentaire van Britney Spears. Die lijkt me heel interessant. Die heb ik even opgenomen. Want vanavond heb je weer... De Meilandjes en Meester Frank Visser. Dus dat ga ik kijken. Maar weet je, onderhand als de programma's weer minder worden, kan ik heel veel terugkijken. Er begint morgenavond, nee morgenavond niet. Zaterdagavond bijvoorbeeld een nieuw programma met Chantal Jansen. Een spelshow. Ik weet niet of ik dat leuk vind. Maar dan heb ik mooi wat dingen om terug te kijken. Dus dat staat er mooi alweer op. Verder ga ik vanavond de foto's weer bewerken. Misschien even met een artikel aan de slag. Want ik had weer een nieuw persbericht binnen. Ik wil sowieso even de beelden nakijken van de video in de hoop dat dat goed is gegaan. Ik ga You kijken en vanavond heb ik weer adem in, adem uit. Dus dat vind ik ook wel weer heel leuk om daarmee verder te gaan. En lekker mijn boek lezen, want ik ben weer met een goed boek bezig. Dus altijd wel, daar kan ik altijd wel weer op verheugen om even lekker te gaan lezen. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en dan straks even douchen. Ik heb net even de pizzabodems naar beneden gehaald. Nou, champignons zijn gesneden, hebben jullie kunnen zien. Dan hoef ik dat alleen eventjes in de pan te doen. Dan kan ik vanavond lekker genieten van een pizzaatje.
Ik heb dat droppot net leeg gegeten. Er zaten er nog twee in. Ik denk, nou, dan kan ik die wel opeten. Ga ik die even afwassen. En dan denk ik dat er weer pepernootjes in gaan komen. Want ja, we gaan hier die tijd in. Eigenlijk vind ik het nog wel wat vroeg. Maar ja, de winkels liggen er al vol mee. Dus waarom zou ik er geen pepernootjes in doen? Maar goed, eerst het potje even afwassen. Ik ga in ieder geval nu niks meer doen. Dus ik ga bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Want ja, dat is het voor nu. Want ik heb last van mijn rug, dus ik ga even relaxen. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 29 oktober. Ik ben klaargemaakt. En het is lekker aan het waaien buiten, maar het is niet heel koud. De temperatuur is best wel oké. Nou, ik kreeg gisteren zo'n lieve foto binnen van Lente. Frank ging bloemen kopen voor Nathalie. Nou, hoe vaak die jongen bloemen gaat kopen voor haar. Ik heb zelf in mijn leven nog nooit bloemen gehad. Maakt ook helemaal niet uit. Maar als je dan ziet hoe vaak Frank met bloemen thuis komt, dan denk je, ze bestaan nog, de attente mannen die dus met een bloemetje thuis komen voor hun vriendin of partner. Of nou ja, maakt ook niet uit. Dus Lente ging ook mee bloemen kopen natuurlijk. En toen had die mevrouw in de winkel gezegd, jij mag ook een roosje. En er waren helemaal de doorntjes van afgehaald. En ze was me toch een partij trots op haar roosje. Ze zat er helemaal mee. Op de foto had ze hem helemaal vast. Ze ging hem nu ook laten drogen. Want ja, dan ben je in een jaar en 3 maanden. En krijg je gewoon je eerste roosje in handen. Hoe leuk is dat? Ik vond het zo schattig. En dat ze dan helemaal blij wordt van zo'n roosje. Ja, dat is geweldig. Nou, gisteravond was het tijd voor de standaardprogramma's. Allereerst de Meilandjes. Ze hadden eerst het feest van Martien, dat hij 60 was geworden. Heel groot feest. Stroom viel uit, was allemaal weer gedoe. Alleen ze hadden al gezegd, ze wilden eigenlijk een soort van campertje gaan huren als Maxime zou gaan bevallen. Omdat je door de corona nog steeds niet met heel veel mensen in het ziekenhuis mag. Ze mocht wel de partner meenemen en dan mocht er 1 persoon op de gang. Toen hebben ze gezegd, nou weet je, dan gaan we een campertje huren, want hun hadden ook de zorg voor Claire. En dan gaan we gewoon op de parkeerplaats staan. Dan zijn we in ieder geval in de buurt als dat kindje geboren wordt. Maar ja, toen kwamen ze eigenlijk bij zo'n zaak die, waarvan hun dachten dat ze campers verhuurden. En toen bleek dat hij campers alleen verkocht en niet verhuurde. Hij had wel een busje staan, die was van hemzelf, die wilde die wel uitlenen. Maar zijn voorwaarde was wel, Martien mocht er dan niet in rijden. Hij was wel een heel groot fan van het programma, dus daarom wilde hij dat wel doen. Nou, toen begon de bevalling. En toen had Erika een hele grote pot koffie gezet. Eigenlijk een soort, ja, zo'n koffiekan, zeg maar. En Martien ging achterin zitten met Claire. Ze zegt nog, let op die koffie. En het gaat een paar keer, ze moeten een paar keer hard remmen. En die koffiekan valt om. Dus alles was koffie. Ik dacht, stel dat je die kan in je handen houdt, weet je wel. Ik bedoel, je leent in dit geval zo'n busje. Zo'n man gaat dit op tv zien, dat jullie die koffie doorheen hebben laten gaan. Ik zou dat best wel beschamend vinden, want die hele, het was een soort vloerbedekking wat er in dat busje lag. Dus je kreeg het er ook niet uit. Dus alles zat onder de koffie. Ik vond het wel heel beschamend. Ik dacht wel echt van, denk daar dan wat beter over na en hou zo'n kan gewoon vast. Nou weet je ook niet of het veilig is van Martien, want hij zit natuurlijk zo te schreeuwen achterin en te gillen. Dus je weet sowieso niet of het veilig is, maar ik vond het best wel beschamend, moet ik zeggen. De naammeester Frank Visser, dat ging over de muizenplaag. Nou, ik kreeg gelijk een beetje kriebels. Victor zei ook al aan het begin, ik ben echt als de dood voor muizen. Vond ik het wel heel dapper van hem, want hij ging toch voor die mevrouw in kwestie die daar dus last van had, die muis uit de val halen, zodat ze die weer neer kon zetten. Ik heb 1 keer een muis in huis gehad. Dat is heel lang geleden. Toen vlogde ik nog niet. Het was ook niet in dit huis hoor, dat was in een heel ander huis. Ik had al wel muis. Ik woonde toen nog niet alleen. En muis die vond die muis ook niet leuk. En ik zat boven op de tafel. Dus ik was ook echt heel bang voor muizen. Maar ik vind het dan wel weer super zielig als muizen aan slangen gevoerd worden. Dat kan ik ook niet aanzien. Als ik zoiets op tv zie, dan doe ik of mijn handen voor mijn ogen. Of ik kijk weg. Of ik zap weg. Maar ja, vaak is het in series en dan kun je niet wegzappen. Maar dat was echt verschrikkelijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar die muizenplaag die bleek bij de buren vandaan te komen, want die hadden op zolder vogels. En toen was de uitspraak ook wel dat die vogels van zolder in ieder geval af moesten. Lijkt me ook niet de perfecte plek, vogels op zolder. Maar goed, ik heb verder geen vogels. Dus ja, ik weet het verder ook niet. Maar als ik het zo zie, denk ik van, nou, denk ik ook niet de perfecte plek voor vogels.
Ik heb de foto's bewerkt, ik heb you gekeken en daarna adem in, adem uit. En dat was ook wel weer heel erg mooi. Ik vind het wel echt een hele goede serie, maar dat heb ik al vaker gezegd. Vandaag op de planning. De slaapkamer moet lekker gebeuren. Dus dat ga ik doen. En daar ga ik jullie gewoon in meenemen. Dan is die weer lekker schoon en lekker mijn bed verschonen. Dus dat is wel, wel fijn. En verder ook niks. Er komt vanavond een pakketje, als het goed is. Maar die zal ik dan morgen laten zien als die binnen is. Want die komt ja, vanavond. Ik vond het wel gek, want het komt met DHL. Die was straks al wel, zeg maar, verderop hier ergens in een andere straat. Maar goed, dan komen ze hier vanavond als het goed is. Ik moet wel zeggen, ik heb mijn nagellak nog steeds op. En ik heb dinsdag heb ik het er opnieuw op gedaan. Want het was maandag al heel erg beschadigd. En toen heb ik het dinsdag zonder bezem topcoat gedaan. En dit blijkt bij deze nagellak zoveel beter te werken om geen bezem topcoat te gebruiken. Want dan blijft het dus heel mooi. De enige beschadiging die ik heb, ja, ik weet niet of hij dat gaat laten zien. Kijk, is dit. Nou, daar kan ik wel mee leven. Dus ik denk dat ik het laatste lakje ook zonder bezem topcoat ga doen. Of in ieder geval zonder basecoat. Ik heb het idee dat bij deze nagellak de topcoat de kleuren juist afhaalt. En dat die zonder topcoat beter gaat. Goed. Genoeg gepraat, ik ga wat doen, want ja, het moet toch weer eventjes gebeuren. Klaar. De was die is nog aan het draaien, dus die kan mooi straks de droger in als die klaar is. Katten hebben net hun eten op. Ik heb alleen weer heel erg veel last van dit sneetje hier. Zien jullie hem? Beetje lastig scherp te stellen. Focus. Nou ja. Het kloofje wordt steeds erger. Ik zag straks ook dat hij heel rood was. Nu is hij weer minder rood. Ik weet niet, misschien komt dat omdat ik een lapje heb vastgehad. Maar
De droogheid van de handen, dat wil nog niet echt. Ik zit weer met die rotzooi in mijn ogen. Vreselijk. Maar goed, het is voor nu weer klaar. Ik stap vanavond in een schoon bed. Dus dat is altijd wel weer heel erg lekker. Dus ja, dat is fijn. Nu alles ook opgeruimd. De emmers staan weer boven, want die heb ik nu tot maandag niet meer nodig. Dus dat is wel fijn. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond hebben we natuurlijk weer de Masked Singer. Dit keer kijken we weer met z'n drieën. Mijn moeder en Nathalie die kijken ook weer. Dus kunnen we weer met z'n drieën in de app overleggen. Ik zal mijn lijstje er weer bij pakken. Ik hou dat helemaal bij. Wie de tips, die schrijf ik op. En ik ben heel fanatiek daarin. Ja, en de hoop dat we het vanavond weer goed zullen hebben wie erin zou zitten. Maar dat is altijd weer spannend. Ik ga misschien daarna even Raking the Stars kijken. Ik heb dat opgenomen. Ik vond het altijd wel heel leuk. Ik heb wel al gehoord dat mensen het minder vonden omdat Paul de Leeuw weg is. Dus ik ga het meemaken. Ik weet het niet hoe het is, maar ik ben wel benieuwd. Dus ik denk dat ik dat nog eventjes ga kijken. Verder moet ik gewoon nog de video editen en even mijn artikel schrijven. En ga ik You kijken en vanavond heb ik weer Salamander. Dus verder niet heel veel bijzonders. Dus dat is het ook wel. Ik ga nu even wat drinken, want ik heb een droge mond. Ga ik even wachten tot de was klaar is. Dan kan die mooi de droger in. En dan ja, ga ik mijn dingen doen. En dan straks om 8 uur zit ik weer voor de buis. Bakje koffie erbij. Klaar om te raden met de Masked Singer. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Als het pakketje vanavond binnenkomt. Dan laat ik jullie die morgen ook even zien wat ik heb besteld. Daar ga ik ook nog even op wachten. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 30 oktober. Ik ben klaargemaakt en er is eigenlijk iets heel grappigs gebeurd. Nathalie die appt. Ben jij je leren jas kwijt? Dus ik zeg nee, die hangt hier gewoon. Nou ja, er hangt hier een jasje aan de kapstok. Ja, ze is dus heel gek, want ik heb hier een jas die niet van mij is. Ze zegt hij zit wel heel lekker daar niet van. Ze zegt, wat voor logo zit daar dan in? Dus ik ging kijken in die jas. Oh, dit is mijn jas helemaal niet. Want ik had een Primark logo. En Nathalie had een Kruidvat logo. Dus we hebben elkaars jas. Ik moet wel zeggen, elke keer als ik in de gang kom, ruik ik Nathalie haar geur. Nathalie heeft een heel eigen geurtje. En elke keer als ik in de gang kom, denk ik, oh, ik ruik Nathalie. Maar ja, ik had wel zoiets, het moet in dat jasje zitten. Dus het zou gekomen moeten zijn toen we naar Slagharen zijn geweest. Toen heb ik mijn leren jasje meegenomen. Maar eigenlijk heb ik hem niet nodig gehad. Dus dat jasje heeft de hele dag in de auto gelegen. Dus ik denk, nou, misschien is Nathalie haar geur in mijn jasje gegaan. Maar ja, goed, ik heb dus helemaal het verkeerde jasje. We weten dus niet wanneer het mis is gegaan. Dus misschien is het gewoon al wel misgegaan op de dag dat we naar Slagharen zijn geweest. Nou, dat is 2 maanden geleden. Dus die ontdekking die kwam vrij laat. Maar goed, het is niet heel erg. Ik heb nu toch geen leren jasje meer aan, want het is toch veel te koud. Dus ik heb nu gewoon mijn winterjas aan. Maar zodra we elkaar zien, moeten we hem dus even omwisselen. Want ja, we hebben elkaars jas. De tijger doet weer zo vervelend. Die zit weer naar muis uit te halen. Echt niet leuk. Gisteravond heb ik de Masked Singer gekeken. Van 1 ben ik bijna zeker wie erin zit. De rest is allemaal nog weer abracadabra. Uiteindelijk moest het elfje moest eruit. Ik hoorde wel aan de stem, het is een oudere vrouw. Maar ik wist echt niet wie het was. En toen kwam de onthulling en ik was echt gewoon verrast. Ik dacht, wat? Nee joh. En dan zie je de hints en dan denk je, ja, dan had ik het wel kunnen weten. Maar ja, dan moet je echt een beetje gaan doordenken en dingen aan elkaar gaan plakken. Dus ik had hem niet direct door. Ik dacht, nou, wat bizar. Maar het was wel weer heel erg leuk. Ik heb daarna eventjes Ranking the Stars gekeken. Ik vind het toch wel wat minder. Het wordt nu niet meer gedaan door Paul de Leeuw. Aan de ene kant vind ik het rustgevender. Want Paul de Leeuw was altijd wel heel druk. Dus op zich vind ik het aan de ene kant denk ik, ja, het is wel rustgevender. Maar aan de andere kant was het ook wel heel erg wennen. Maar misschien zijn het ook de gasten die ik niet heel fantastisch vind. Dus ik weet niet of het voor herhaling vatbaar is. Ik las er wel heel veel reacties van mensen die het ook niet zo fantastisch vonden. Dus ik weet niet of het zo'n groot succes is. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven. En toen ben ik You gaan kijken. Volgens mij ben ik er ook alweer bijna doorheen. Volgens mij zijn het maar 10 afleveringen. Maar het was wel weer heel spannend. En daarna Salamander. En dat is nog steeds wel een hele goede serie. Als je er eenmaal in zit. Ik heb het wel eens voorbij zien komen op RTL Crime.
En toen dacht ik, oh nee, dat vind ik geen leuke serie. Maar ja, ik had het eigenlijk nog nooit gezien, maar het was meer zo dat ik dacht dat ik het las en dat ik dacht, het spreekt me niet aan. Maar nu stond het dus op Videoland, toen ben ik het dus wel gaan kijken. Maar het is ook een serie die je echt moet achter elkaar kijken. Het zijn geen losstaande afleveringen. Dus nou, uiteindelijk vond ik hem toch wel leuk. Ik heb een pakketje binnen gehad. Mijn pakket die werd gisteren avond bezorgd door DHL. Ik heb bewust niet gezegd wat ik had besteld, want ik wist dus niet of het zou aankomen gisteren, omdat ik best wel vaak lees dat DHL problemen heeft met leveringen en zo. Maar die is bezorgd, alleen ze hadden niet aangeklopt. Mijn bel doet het niet, dus het is net als bij Samson en Gert, je moet kloppen, want de bel doet het niet. Maar ze hadden ook niet geklopt. En toen keek ik even op de tracking, toen zag ik ineens, oh, het is al bezorgd, 2 minuten geleden. Zo ging ik naar de voordeur, toen stond hij bij de voordeur. Maar ik zal het even pakken. Ik heb hem al wel opengemaakt. Want Nathalie wil het ook graag zien. Het was ook een idee van Nathalie. Dit is de eerste bestelling die ik heb gedaan bij Amazon. En ik vond het altijd een beetje spannend. Omdat het toch wel van het buitenland afkomt. Maar dit pakket was er eigenlijk nog best wel snel. Binnen een paar dagen. Dus op zich viel dat nog mee. Het zou eigenlijk vandaag komen. Maar het is dus gisteren al gekomen. Maar dit zijn verschillende verkopers. En ik was eigenlijk een beetje bang dat je zou gaan zitten met de extra kosten. Omdat je dat bij AliExpress ook hebt. Maar dat was uiteindelijk was dat niet zo. Ik maak even de doos open. Dan zal ik even laten zien wat ik heb besteld. Alles weer klaar. Nou, ik ben heel blij met deze. Het ging uiteindelijk makkelijker dan gedacht. En je klikt deze er heel makkelijk in. Dus hij staat ook echt heel stevig.
Hier heb ik deze aangehangen. Hier kunnen zeg maar de controllers ingeklikt worden. En dit is dan de losse controller die ik bij Trekpleister had gekocht. Dat kan zo heel mooi hangen. Hier kunnen 10 spellen in. Ik heb er nu 5. En die kunnen er dus tot 10 in. Zo heel mooi. Ik heb hier nog een heel klein laadje. Maar die... Even openmaken. En hier zit het oplaadsnoertje in voor deze. Dus wat dat betreft vind ik het allemaal wel heel erg leuk. Ik vind het heel netjes staan zo. Ik ben er heel erg blij mee. Er zat uiteindelijk gewoon een gebruiksaanwijzing bij. Nati vond het ook heel cool staan. Ik ben er ook heel blij mee. Ik heb nog even geprobeerd boven of ik dat bord van de IKEA kon ophangen bij de knutselhoek. Alleen het is niet gelukt. En dat komt omdat die muren daar steenhard zijn. Dus ik heb een steenboor nodig en die heb ik niet. Want ik kwam echt niet door die muur heen. Dus dat is een zorg voor later. Maar ik weet wel al helemaal hoe het in elkaar moet. Dus dat is niet moeilijk. Alleen eventjes een keer een goed boordje hebben. En dan, als het goed is, kom ik er dan wel doorheen. En even lekker gebullet journaled. Even een voorkantje gemaakt voor november alvast. Oktober even afgerond. Dus wat dat betreft wel lekker bezig geweest. Ik ga zo even relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Je hebt vanavond al Ajax. Volgens mij spelen ze om 6:15. Dus dat ga ik mooi even kijken. Ja, je hebt vanavond een nieuw spelquiz met Chantal's pyjama's party. Maar ik weet niet of dat echt wat voor me is. Ik heb het idee dat ik het ga skippen. Ik heb namelijk van de week nog een documentaire opgenomen van Britney Spears. Ik denk dat ik die even ga kijken. En sowieso even Flikken Rotterdam, want dan ben ik weer bij. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen, denk ik. Verder wil ik alvast met de vlog aan de gang gaan. Ik ben nog met wat persberichten bezig. Dus ja... Eigenlijk dat. Ik ga You kijken en Salamander. En vannacht gaat natuurlijk de klok achteruit. Dus we hebben ook een uurtje langer. Dus morgen is het ook alweer wat vroeger donker. Vind ik een hele gezellige tijd. Ik vind het alleen nog nooit zo leuk als ik laat mijn boodschappen doen. Maar als het goed is ben ik dinsdag gewoon ook weer op tijd. Dus en die week erop zie ik het wel weer. Dus ja, dat moet eigenlijk allemaal gebeuren. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn bestelling van Amazon. Het staat allemaal nu gewoon een stuk netter. En je kunt dan zeg maar, omdat hier ook, dat heb ik niet echt laten zien. Hier zou je zeg maar dus nog zo'n controller aan kunnen hangen. Dat gaat voor deze kant ook, maar ik heb van beide gewoon één. En dan kan hier de switch in en dan kun je lekker gamen. En je pakt nou gewoon heel makkelijk zo'n spelletje eruit. Zo, hup, ik wil die of hup, ik wil rollercoaster spelen. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Ik ga hem ook gewoon morgen weer zien. Ik ga even lekker relaxen en dan straks even lekker warm douchen, want ik heb het een beetje koud. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 31 oktober en het is Halloween vandaag. Nou, hier leeft het gelukkig niet. Ik vraag me überhaupt af of het echt een groot ding is in Nederland, omdat het toch wel echt iets Amerikaans is. Er zijn vast delen in het land waar het echt wel gevierd wordt of die Halloween feestjes houden, maar hier is het niet. Ik ben er ook niet mee opgegroeid. Waar ik vandaan kwam was het ook totaal niet. Dus nee, het leeft niet echt. Ik krijg een foto binnen. Mijn moeder die is bij mijn oma. Die zit even aan de koffie, dus daar reageer ik eventjes op. Die is voor het eerst weer naar mijn oma gegaan in haar eentje. Dus dat was wel even spannend. Maar ja, dat is wel... Wel grappig. Nathalie vroeg waarom ik in de vlog overal je achter, of tje achter zeg. Ik zeg ja, geen idee. Mijn moeder vond het ook grappig. Die had het ook gehoord. Maar goed, ik was bij mijn Halloween verhaal. Ja, ik ken het dus niet. Ik heb vanavond wel Halloween op Animal Crossing. Maar ik ga ervan uit dat dat verder ook niet eng is. Want het is natuurlijk ook een spel voor kinderen. Ik weet ook wel dat ze in Walibi al jaren die Fright Nights hebben. Nou, dat zou ook helemaal niks voor mij zijn. Ik heb daar wel eens video's van gezien. En toen dacht ik van, oh, verschrikkelijk. Mannen met van die zagen dan die daar rondliepen. Ik zou er helemaal de kriebels van krijgen. Ik zou echt helemaal niks voor mij zijn. Want wat dat betreft ben ik best wel angstig. Zo ook gisteravond. Het tijgertje sprong in één keer bij de stofzuiger weg. En ik denk, wat doe jij? Maar die had dus echt een mega spin. Zo eentje. Dus die heb ik snel weggehaald. Want ik vond het helemaal niks.
Ja, de resten liggen nog op de grond, zie ik. Maar ze ging er verder ook helemaal niks mee doen. Ze ging er ook echt niet mee spelen. Ze zat er echt zo bij en naar te kijken van, wat ben jij? Dus die hebben we snel verwijderd. Ik heb gisteravond de documentaire van Britney Spears gezien. Die heette Controlling Britney. Dat was wel heel erg interessant, want dat ging eigenlijk ook heel veel over het curatorschap waar haar vader jarenlang zeggenschap over heeft gehad. Je zag eigenlijk echt dat zij echt geen leven had. Er werd voor haar besloten dat zij shows moest geven. Nou, ook dat bijvoorbeeld dan weer een tour verlengd werd, terwijl ze echt rust nodig had. Er werd gecontroleerd naar wie zij appjes stuurde, met wie zij omging. Overal moest ze toestemming voor hebben. Als ze een nieuw paar schoenen wilde hebben, dan zei die vader, nee, daar is geen geld voor. Terwijl ze het prima kon betalen, maar dat mocht dan niet. Op een gegeven moment wilden ze ook een iPhone hebben. En nou, dat wilden ze ook eigenlijk niet. En toen hebben ze die iPhone zo geprepareerd dat er dan ook geen internet op zat. Dat ze er echt alleen maar mee kon bellen. Dat ze niet kon sms'en, geen appjes kon sturen. Dus dat is natuurlijk best wel heftig. Nou, inmiddels is het dan ook bekendgemaakt, dat is eind september gebeurd, dat de vader niet meer haar curator is. Het ging zelfs zo ver dat zij op een gegeven moment had ze een nieuwe vriend. En ze wilde eigenlijk heel graag nog een keer trouwen en eigenlijk nog meer kinderen krijgen. Want ze heeft twee kinderen uit haar huwelijk met Kevin Federline. Maar die ziet ze volgens mij ook amper, want hij heeft de voogdij. Nou, die kinderen zijn inmiddels volgens mij is de oudste ook al wel 15 of zo. Maar goed, zij had dus eigenlijk nog best wel een kinderwens. En dat werd gewoon allemaal tegengehouden. Dat mocht niet. Dus ja, ik vond het best wel heftig. Maar ik vond het wel heel interessant om te zien. En nou ja, er volgen nu nog vele rechtszaken. Maar in ieder geval, die vader is van het curatorschap af. Dus het was wel heel interessant. Daarna heb ik Flikker Rotterdam gekeken. En ik heb op het puntje van de bank gezeten. Ik vond het zo spannend. Ik had echt zoiets van, oh, wat is dit spannend. En dan denk je op een gegeven moment, er gaat nu iets gebeuren. Dan gebeurt er gelukkig niks. Maar ik vond hem heel spannend. Ik denk dat dit de ene laatste was. Ik denk dat volgende week de laatste is. Ik denk dat die ook wel heel spannend wordt. Dus dat was eigenlijk allemaal wel heel mooi. Ik heb de vlog al zover in elkaar gezet. En toen ben ik You gaan kijken. Daar heb ik vanavond de laatste aflevering van. Ook super spannend. En daarna heb ik Salamander gekeken. Nou, we hebben natuurlijk een uurtje langer gehad met slapen. Ik vond het wel lekker. Ja, ik heb wel echt lekker erdoor geslapen. Ik voel me ook wel fit. Ik heb altijd wel zoiets als die klok dan vooruit gaat, dat je dat uurtje minder hebt, dan voel ik me vaak een beetje zombieachtig. Maar dat heb ik nu gelukkig niet. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat je een uurtje extra kan slapen. Dus dat was wel heel erg fijn. Vandaag niet veel op de planning. Ik ga eventjes stofzuigen. Ik moet eventjes de nagellakrandjes van mijn nagels afveilen. Ik heb nog steeds geen nieuwe nagelvel gekocht trouwens. Moet ik nog wel even doen. Eigenlijk stom dat ik het bij de Action niet heb gedaan. Maar niet aangedacht. Maar goed, komt wel goed. Ik ga even stofzuigen. Ik ga nog even een handwasje doen. Ik ga foto's maken. Ja, verder denk ik niet heel erg veel. Ik baalde nog steeds een beetje van dat ik niet door die muur heen kwam. Maar nu zit ik te denken, misschien kan ik aan mijn coach vragen of zij misschien een boordje heeft die ik even mag lenen. Want ik weet zeker dat hun dat boordje wil hebben. Maar ik weet alleen niet of zij weten hoe dat eruit ziet. Dus ja, en mocht ze het niet hebben, dan moet ik er gewoon even eentje halen met de tijd. Want ik wil dat gewoon ook graag opgehangen hebben. En de muur is keihard. Maar goed, ik ga vast nog wel iets opscharrelen om te doen. Maar ik ga straks in ieder geval wel eventjes aan jullie laten zien welke producten ik ga fotograferen. Ik ga nu eerst zo eventjes die nagels doen. Stofzuigen, de bakken even scheppen en een handwas aanzetten. En verder een rustig zondag. Ik heb gisteren nog wel Ajax gekeken, maar het was niet heel interessant, want het is 0-0 gebleven. Dus gelijkspel. Ze hadden het heel zwaar, dat merkte ik wel. Het was een beetje teleurstellend, vooral na de afgelopen weken dat we zulke goede resultaten hadden behaald. Is dit natuurlijk een beetje teleurstellend, maar goed, het is niet anders. Ik ga nu wat doen en ik laat je straks eventjes dan de fotoproducten zien. Nou, ik heb even de fotospullen gepakt, maar ik heb ze even op de vensterbank gelegd. Want het is echt al gewoon best wel donker, dus je ziet het bijna niet. Ik heb hier allereerst een Skinlum Sensitive Concealer van Essence in de kleur 10 Light. Dan heb ik hier een aantal nagellakjes van Max & More. Ik heb hier 437 Pinky Swear. Deze. Dit is de 431 Night Kiss. Dan hebben we hier een rode. Dit is de 423
jumper. Jumper. Ik zal het wel weer niet goed uitspreken. Een lichte kleurtje nog. Dit is de 412 Hello Honey. Blauw. Dit is de 471 de Blues. En deze nog. En dit is de 493 in de Shade. En dan heb ik ook drie mini volume klem en dol mascaraatjes. Dit is de volume variant. Dan heb ik hier de False Lashes. Deze is waterproof. En de gewone volume waterproof. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Maar eerst even mijn bril schoonmaken, want die is een beetje vies geworden. Want ik heb net de kastjes opgeruimd, maar dat laat ik straks nog even zien. Zo, ik heb even een klein inkapmomentje. Ik ga wel de lampjes aan, want het is hier zo donker. Ik word er gek van, dat is beter. Ja, komt eens een donker dagje en dan is het hier al heel snel donker, omdat ik maar één raam heb in de woonkamer. Maar ik heb de Heidi Conversa eventjes afgehaald. En toen ik dat gedaan had, toen was het eigenlijk nog best wel vroeg. Toen dacht ik, ja, wat zal ik nog eens gaan doen? En toen besloot ik om een keukenkastje om te gooien. Ik had namelijk, ik zal hem wel even laten zien, in het kastje waar ik mijn koffie en thee bewaarde, had ik eigenlijk altijd een mandje staan. Het was eigenlijk gewoon super onpraktisch. Ik dacht, nou, ik haal alles eruit. Dan haal ik het mandje eruit. En heb ik het nu zo gedaan. Dus nu staat het gewoon zo. Dit is voor mijn cappuccino. Dit is gewone koffie. Dit is mildere koffie. Nou, alles staat er gewoon in. Dan heb ik hier ook de melkopschuimer neergezet. Nou ja, gewoon. Het staat even wat rustiger. Het mandje is eruit. Ik vind het beter. Ik heb hier wat dingen die moeten voor de afwas. Dan heb ik hier, zeg maar, wat dingen die nog goed zijn ingezet. Het mandje is weer hierheen geplaatst. De rietjes en daarachter staat ook een dingetje van de IKEA. Daar heb ik wat rietjes ingezet. De ijslepel, de kurkentrekker, dat soort dingetjes. Daar ben ik ook wel weer blij mee. Staat even gewoon, ja, het staat gewoon even iets netter. Er kwam een hoop suiker uit ook. Dus nou, gelijk even een schone krant erin. En nou, nu is het ook wel weer netjes. Daar kom ik wel weer van genieten. Ja, toen moest ik de foto's gaan maken. En Tijgertje was gewoon heel vervelend, want zij wilde natuurlijk op haar oude tijd al eten. Maar ja, dat was een uur te vroeg. Dus ik zei, nee, je krijgt nog geen eten. En de hele tijd blijf ik met jou hoor. De hele tijd ging ze bij mijn foto's, liep ze in de weg. Ze was een beetje vervelend. Dus die heeft nu even ze lekker zitten smikkelen. Ik heb ook gelijk maar even de klokken teruggezet. Dat vind ik altijd wel fijn, dat je telefoon en al je elektrische spullen gewoon zelf gaan. Maar ja, die klokken die je hebt, die moet je natuurlijk zelf vooruit of achteruit doen. En ik kan me er dan ook aan irriteren als die dan nog op de oude tijd staat. Maar ik heb er ook heel vaak geen zin in. Omdat ik het altijd, moet ik altijd weer op een stoel gaan staan om erbij te kunnen en zo. Ik denk, nou, laat ik het maar direct doen. Anders ken ik mezelf. Doe ik het nu niet. Gebeurt het niet. En tegen de tijd dat die klok weer vooruit moet, staat hij al goed. Dus ik heb hem nu direct goed gezet. Dus, oh, hij loopt wel. Volgens mij niet zo hard. Loopt hij wel goed? Oh ja, hij loopt wel. Goed, dus dat is mooi gedaan. Ik ga nu even lekker relaxen. Straks douchen en eten. Vanavond heb je de datingquiz. Dat ga ik kijken en daarna even Rotterdam mee dodder. Daar loop ik ook nog mee achter. Dan kan ik dat mooi even terugkijken. Ik ga mijn nagels even doen. Ik heb de oranje randjes er nu af. Dus er kan vanavond al een nieuw kleurtje op. En ik ga even foto's bewerken. En dan heb ik vanavond You, de allerlaatste als het goed is. Dus ik ben wel heel benieuwd. Volgens mij komt er wel weer een seizoen 4, dus daar heb ik wel zin in. Ik vind het wel echt een hele goede serie. En vanavond ga ik verder Witsen kijken, dus dat wordt het ook. Ik heb nu ook een beetje hoofdpijn, dus ik ga even wat drinken. Eventjes lekker op de bank relaxen. Nathalie moest vanavond nog even bij mij op mijn eiland wezen, bij Animal Crossing. Die moest snoepjes hebben. Die kon je alleen kopen met Halloween. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat er vanavond uitziet, Halloween op Animal Crossing. Dus dat ga ik sowieso ook even spelen. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen. Ik ga bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 1 november. Ik ben klaargemaakt, maar ik blijf me verbazen hoe snel de tijd gaat. Dat het nu alweer november is, dan denk ik echt van, best wel snel gegaan. Maar goed, het is niet anders. Het is wat het is. Ik heb altijd wel zoiets, als het september is geweest, dan gaan de maanden ineens super snel, lijkt het. Dan is het ook altijd zo weer einde van het jaar. Nou zitten we daar natuurlijk nog helemaal niet in. Het duurt nog een maand. Maar ja, ik bedoel, deze maand begint natuurlijk het hele Sinterklaasgedruis en zo alweer. Dus ja, dan heb ik wel zoiets van, ja.
bijzonder. Ik heb gisteravond Animal Crossing gespeeld en dat was heel erg grappig. Je kon de hele maand oktober kon je al snoepjes kopen. En die had je dus nodig bij Halloween. Er kwam een soort pompoen, die heette Jack. Hij was een beetje apartig. En dan vroegen ze snoep of een poets. En dan moest je dus snoep geven. En als je dat niet gaf, dan kreeg je een gekleurd gezicht of smink op je gezicht. Maar dat was wel grappig. Alleen ik had vorige week aan Nathalie gevraagd, heb jij al snoep gekocht? Toen zei ze, nee, nog niet. Dus toen appte ze gistermiddag, kan ik bij jou langskomen om snoep te kopen? Want je mocht ook maar één snoepje per dag. Dus ik zei, ja, is dat goed? Is het goed? Is goed? Kan het vanavond? Toen zei ze, toen appte ze iets voor 5 uur terug, oh, kan het nu? Want om 5 uur begint Halloween. Dus toen was ze even snel bij mij snoep komen kopen. Toen ging ze weer snel terug, want Jack kwam dus om 5 uur naar het eiland. Maar het was wel leuk om mee te maken. Verder heb ik de datingquiz gezien, dat was wel leuk. Het waren dit keer ook 3 matches. Ik irriteerde me wel aan de vrouw die won. Ik vond haar een beetje vervelend qua gedrag, dus daar irriteerde ik me een beetje aan. Ik vind het wel wat hoor. Als je als laatste eindigt, dan ga je als date zeg maar gewoon over de Amsterdamse grachten en dan krijg je eten van de beste restaurants. Maar ik vind het nogal wat om een keuze te maken of je naar 1 blind date elkaar nog een keer wil zien. Uiteindelijk hadden die ook besloten om als vrienden die date te gaan doen en ook niet als potentiële partners. Maar als je als tweede eruit ligt, dan kun je dus kiezen. Als je dus voor de match kiest, dan ga je gelijk naar Parijs met z'n tweeën. Nou, die hebben er uiteindelijk ook voor gekozen om als vrienden naar Parijs te gaan. Want die vonden de afstand ook nog wel wat, want hij kwam uit de Achterhoek en zij kwam uit Brabant. Dus dat was al een dingetje. En als je als laatste een match hebt, dan moet je dus de kus doen. En als die kus precies 30 seconden duurt, dan krijg je zoveel €1000. Maar als je daaronder zit, dan krijg je dus voor €10.000 aan reischecks, waar je dus samen mee op reis moet. En als je ruim over de 30 seconden heen zit, dan krijg je ieder, geloof ik, €500. Nou ja, goed, of €1000, ik weet niet. Dan krijg je een bedragje. Maar ze zaten er dus net onder, dus ze kregen dus voor €10.000 aan reischecks. Maar ja, je moet wel gelijk met elkaar op reis. En dat vind ik best wel een dingetje. Maar goed, het was wel leuk om te zien. En daarna heb ik even Rotterdam in Dordrecht gekeken. Dat was wel heel aangrijpend. Deze man die was opgegeven voor een makeover, want hij liep vooral in een onesie en in heel veel Star Wars kleding en joggingsbroeken. Dus die dochter wilde heel graag dat hij een makeover kreeg. Maar in de tijd dat ze dus bij hem thuis zijn geweest om te kijken wat voor kleding hij in de kast had en tot die make-over zou plaatsvinden, had hij te horen gekregen dat hij dus terminaal ziek was. En nog 1 tot 2 maanden te leven had. En als de chemo aansloeg zou het 9 tot 12 maanden zijn. Uiteindelijk hebben ze ervoor gezorgd dat dat hele team in een loods dicht bij hun huis kwam, zodat het hem niet te veel inspanning kostte om te reizen. Het was 5 minuten lopen. Nou, dus ik heb wat in mijn oog zitten. Een hele mooie make-over gedaan. En uiteindelijk heeft hij de uitzending nog wel kunnen bekijken. Niet op televisie, denk ik, maar daarvoor. Voordat het uitgezonden zou worden, was hij heel blij mee. Maar hij was ook al overleden, dus dat vond ik best wel heftig. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb grijs. En dat is het laatste lakje van de Max Factor lijn. Dat is deze. Heeft de naam 807 Raincheck. Ik vind hem niet overal heel mooi dekkend. Ik heb er een paar, kijk zoals hier. Er komt een hele witte vlek doorheen. Maar ik heb hem dus nu wel gebruikt zonder de base en topcoat. Even kijken of dat wat beter gaat. Ik heb mijn foto's bewerkt. En daarna heb ik You gekeken, de allerlaatste uitzending. Die was ook heel spannend. Dus ik moet vanavond wel een nieuwe serie uitzoeken. Ik had gehoopt dat Nieuw Amsterdam er inmiddels op zou staan. Is helaas nog niet het geval. En daarna had ik Witse, dus dat is het. Ik ga hier zo even aan de gang. Ik moet de boel doen. Mijn coach die appte net wel of ik eventueel woensdag boodschappen zou kunnen doen. Maar dat ga ik niet redden, want ik heb geen boodschappen meer tot morgen. Of, ik heb boodschappen tot vandaag en vanmorgen heb ik dan geen eten. Dus ja, dat gaat hem niet worden. Dus ik wacht nog even op reactie van haar. Maar goed, ik ga wel de boel doen. Ik moet straks nog even de was opvouwen. Dus nou, even lekker aan de gang hier. Dan ben ik ook weer wat sneller klaar. Dus ja, ik ga eventjes wat doen.
klaar. De was ligt mooi in de wasmand. Dus die kan van de week weer eventjes naar boven. Katten hebben een schone bak. Ik had net wat kattengrit eruit. Ik had net alles naar beneden gebracht. Ging Mickey op die bak zitten. Ze ging alleen plassen, maar goed, ik moest hem nog schoonmaken. Dan denk ik, kan je niet even wachten tot er grit in zit? Maar blijkbaar niet. De douche is weer lekker schoon, dus het ging allemaal vlot. Ik heb net nog even wat folders bekeken, want hier, ik had de echte folders. Gaat-ie, Mickey? En nou, die heb ik mooi even bekeken. Het tijgertje had wel weer heel erg te miauwen, maar die hebben net hun eten weer op. Dus ja, dat zal nog wel even duren. Het zal nog wel eventjes, het biologische klokje zal wel niet helemaal gelijk goed lopen. Ik heb even Rossi-rondjes uit de vriezer gehaald, want ja, dan haal ik ze wat makkelijker van elkaar af als ik ze wil gaan bakken straks. Ja, ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je de laatste kopen zonder kijken, dus dat ga ik mooi eventjes kijken. Dan kijk ik daarna even Chateau Meiland, dat komt ook weer, dat heb ik al opgenomen. Verder hoef ik alleen maar een artikel te schrijven, dus ik heb niet heel veel wat ik moet doen voor de blog of YouTube ofzo. Dus dat is ook wel op zich een avondje lekker. Ik ga een nieuwe Netflix-serie uitzoeken en ik heb echt werkelijk waar nog geen idee welke. Ik weet niet of het herkenbaar is, maar ik heb het dus altijd. Ik ga sowieso Witse kijken, dus dat wordt verder ook de avond. Niet heel spectaculair. En ik kreeg al wel een melding dat er al het een en het ander is besloten over dat de mondkapjes op meer plekken verplicht worden. De thuiswerkregel wordt weer aangescherpt en ook de coronapas wordt in meer plaatsen of op meer plekken sterker aangevoerd. Maar ik ben er verder nog geen wijs uit, maar ik wacht morgen gewoon de persconferentie wel af. Vind ik altijd best wel jammer dat het dan naar buiten komt, dat je denkt, ja, waarom kijk ik dan nog? Maar goed, we gaan het wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik heb mijn coach inmiddels gesproken. Ik zou eigenlijk morgen eventjes naar de Wibra gaan. Maar daarvoor moet ik naar een andere plaats toe. Want die is hier niet. Dat lukt nou morgen niet. Omdat ik het niet redde met de boodschappen. Dus ik kom morgen wel voor de boodschappen. Ga ik die week erop even naar de Wibra. Op zich wel jammer. Want ik had me er wel op verheugd. Maar goed, dan wordt dat volgende week. Het is eventjes niet anders. Ik ga nu relaxen. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 2 november. Ik ben klaargemaakt. Ik moet straks boodschappen doen, maar dat is pas om 3:30 en het is nu nog geen 2:30, dus ik heb nog 2 uur eigenlijk waarin ik niet heel veel ga doen, want ja, ik heb mijn klusjes van gisteren al af. Misschien had ik even de boekvideo alvast gaan opnemen, ik moet even kijken. Gisteren heb ik nog even gevideobeld met mijn moeder en Lente. We hadden eerst even gewoon gebeld, daar was Nathalie ook bij. Maar Nathalie moest gisteravond weer naar huis toe, want zij moest vandaag werken. Normaal is op dinsdag haar vrije dag, maar er was iets waardoor ze moest werken. En Lente is op maandag eigenlijk standaard bij mijn moeder. En toen had ze Nathalie gevraagd of Lente een dagje langer kon blijven. Dus Lente is blijven slapen en had mijn moeder nog een extra dagje met Lente. Dus toen videobelden ze nog even en dat is zo schattig, want ik moest op een gegeven moment heel erg lachen om iets wat Lente deed. En dan ziet ze mij lachen en dan gaat ze ook lachen, hè? Gaat ze keihard lachen en ze heeft ook best wel een aanstekelijk lachje, dus ik moest ook weer lachen. Maar ze heeft dan die schattige tandjes, een beetje een gliptandje, ja, ze zit een heel klein spleetje tussen. Het is heel schattig. En Lente is nu ook in de fase dat ze kusjes geeft. Met videobellen was het voornamelijk naar Frank toe. En mijn moeder had al wel kusjes gehad. En Nathalie kreeg natuurlijk kusjes. En toen was het een paar weken geleden, kreeg tante nog een kusje via videobellen. Nee, dat wou ze niet. En gisteren spontaan kreeg ik 4 kusjes met videobellen. Hoe schattig. Nou, ik voelde me helemaal vereerd dat ik kusjes kreeg van Lente. Met videobellen. Het was zo schattig. Dan boog ze weer dat kleine hoofdje naar voren. Nu komen die kleine haartjes in beeld. Oh. Heerlijk. Verder is er gisteravond een klein ongelukje gebeurd. Ik maak altijd in de reclame voor goede tijden een kopje koffie. Dus ik had mijn koffietje gemaakt. Ik zat weer op de bank. Ik pak mijn kopje op. En wat doet Tijgertje? Tijgertje die beukt dan als het ware tegen me aan als ik een kopje koffie vast heb. Ik weet niet wat dat is. Dat doet ze standaard. Ze heeft ze al een paar keer eerder gedaan. En elke keer ging het dus net goed. Want dan had ik al een beste slok genomen. En dan was het... Oh, ik werd even onderbroken door telefoon. Mijn moeder die belde even, maar Lente die hoorde me wel, maar die wou me graag zien. Dus ik kreeg weer allerlei kusjes net. Het was weer even heel schattig.
Maar goed, ik moet even nadenken waar ik met mijn verhaal was. Oh, volgens mij was ik bij de koffie. Dat ik dus met mijn kopje op de bank was gaan zitten en Tuigje doet heel vaak dan bonzen tegen me aan. Maar vaak heb ik al een slok genomen. Dit keer bonkte ze weer tegen me aan. Toen ging het dus niet goed. Er vloog koffie overheen. Er zit koffie in mijn kleed. Die moet er zo nog weer in de was. Koffie ging over mij heen. Het ging helemaal. Ja, ik moest even snel andere kleding aantrekken. Maar ook over haar dus. Het probleem is nu dus dat, kijk, zij is hier. Ik kan haar pootje nu niet laten zien. Maar hier heeft ze dus hele harde haartjes. Want dit is gewoon allemaal koffie. Waar is je pootje? Mag ik je pootje zien? Kijk, het is een beetje bruinig. Het is nu net de andere. Nee, hier zie je het een beetje. Dus we hadden koffieoverstroming. Dus ik had wel zoiets van, Tijger, waarom doe je dat nou elke keer? Maar goed, ik had gehoopt dat ze inmiddels zichzelf goed had gepoetst. Maar ik denk dat ik het zo nog even met een doekje ga proberen. Want ik weet niet of ze er zelf bij kan. En het is natuurlijk niet goed, katten. Koffie voor katten bedoel ik. Dus ik ga zo even kijken of ik het nog wegkrijg. Want ik vond het helemaal niks. Ik ga zo wel een beetje de vorm een tikje geven. Ik vind het hier ijskoud. En ik bedoel, even een graadje omhoog. Want ik had hem gisteravond ook al aangezet. Ik had het zo koud. Ik zit hier nu gewoon te bibberen op de bank. En aangezien ik nu niet heel veel aanpak, moet het hier even warm worden. Het is buiten ook koud. Hij gaat al. Ik heb gisteravond Kopen zonder kijken gekeken, de laatste uitzending. Nou, dat was in eerste instantie allemaal best wel moeilijk. Ze hadden ook niet een heel mooi huis aangekocht. Maar ja, gelukkig, ze gaan natuurlijk nog wat van maken. Het eindresultaat was wel heel mooi geworden. De badkamer vond ik een beetje tegenvallen. Nou, wat erin zat, dat was echt verschrikkelijk. Dus aan de hand daarvan was het wel mooier wat ze nu kregen. Maar ik heb wel eens mooiere badkamertjes gezien. Maar dat komt misschien omdat ik zou heel graag de wens hebben voor een bad in de badkamer. Nou, die kans is waarschijnlijk heel klein dat het ooit gaat gebeuren. Maar als ik de kans zou krijgen, ik zou het zo graag willen. Het lijkt me, vind ik zo lekker. Maar goed. Daarna de meilandjes. Dat was ook nog wel weer een soort van emotioneel gedeelte. Want het kindje was nu geboren, lieten ze zien. Dus dat was allemaal ook wel heel mooi. Uiteindelijk heeft hij dat tapijt. Ik vertelde de vorige keer dat ze dat koffie over dat tapijt hadden gekregen. Dat hebben ze nog helemaal goed schoon gekregen. Dus nou, dat was allemaal was ook wel weer leuk en ook wel weer grappig. Mijn artikel geschreven. En ik moest met een nieuwe Netflix-serie beginnen. En ik heb nu even Jordis aangezet. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Jordis, dat was een personage uit de serie Rita. En die heeft dus een eigen miniserie gekregen van 4 afleveringen. Daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik denk, nou, dan kijk ik die eerst even. Dan heb ik vanavond de laatste 2 afleveringen. Want ze duren een minuutje of 25. Dus ik kijk de 2 achter elkaar. En dan ga ik morgen wel gewoon op zoek naar een andere serie. En ik had Witsen. En dan een hele spannende uitzending. En wat wil het nou? Een paar weken, volgens mij. Wanneer was dat? Ja, het was midden oktober. Toen ben ik een keer op donderdag weer wezen boodschappen doen. En toen ben ik vergeten Witsen op te nemen. En wat wil nu net het feit dat dat een dubbele uitzending was? Dat gebeurt mij dus altijd. Dus die ga ik even kijken of ik nu nog kan terugkijken via Videoland. Want ik wil eigenlijk nu ook wel weten hoe dat afloopt. Ik ga even stofzuigen. Ik ga even een beetje opwarmen. Ik ga even dat kleed in de wasmachine doen. Denk ik even dat ik de boekenvideo ga opnemen. Dan is dat in ieder geval klaar. Ja, ik ga wel even kijken wat ik verder ga doen. Ik heb gewoon niet heel veel wat ik kan doen. Omdat ik, ja, ik heb niet zo heel veel meer te doen. En ik moet vanmiddag, ja, pas die boodschappen. Dus ik moet even gaan kijken. Maar goed, ik ga eerst even stofzuigen en zo. Nou, even een handdoek of een nat lapje gepakt. Ik heb er een beetje warm water in gedaan. Nu eventjes kijken of ik Tijgertje een beetje schoon kan vliegen. Tijgertje? Kom maar. Even kijken of je een beetje... Je bent zo plakkerig nu van de koffie, hè? Oh, vind je dat lekker? Ja, is lekker warm, hè? Kijk, ze gaat helemaal knorren. Oh, mag ik jou wassen? Oh, kijk, je pootje is ook nog helemaal vies. Ook even een pootje doen. Pootje is minder leuk. Je voelt nog steeds een beetje plakkerig, maar je moet zelf ook een beetje wassen, liefje.
dat het beter dan dit niet gaat worden. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ik moet wel hopen dat ze zelf even gaat wassen. Moet je zelf nog even wassen, hè? Ja. Nou, ik ben weer terug van de boodschappen. Ik ben een beetje nat, maar komt wel goed. Wat een belevenis, de boodschappen vandaag. Ik was even bij Trekpleister. Daar was een man voor mij die wilde mondkapjes kopen. Maar ja, ze hadden al die mondkapjes alweer opgeborgen. Want ja, we hadden ze niet meer nodig. En omdat nu vanavond natuurlijk de persconferentie komt, wilde die man ze alvast in huis hebben. Dus dan vooral achter mij zegt ook, ja, oh ja, dat begint natuurlijk vanavond weer. Nou, we gaan het wel horen. En zij zegt mij ook, ja, heb jij er ook zo last van dat je bril dan beslaat? Ik zeg, ja, klopt. Ik zeg, ik krijg er ook heel erg benauwd in. Ja. Nou, best. Trekpleister uit naar het Lidl. We liepen in de Lidl en er komt zo'n ouder echtpaartje. En wij stonden allemaal aan de kant. Die man kon er zo door. Ja, blijf allemaal maar staan, dan kan ik er door. Ik zeg, ja hoor, we nemen de anderhalve meter wel weer in acht. Zo. Dus hun lachen. Nee hoor, dat hoeft niet, zegt hij. Kom ik die mensen later weer tegen. En, oh kijk, daar hebben we de anderhalve meter mevrouw. En ze begon een nieuw gesprek. En bij de kassa zaten ze ook nog te kletsen. Nou, was wel grappig. Toen gingen we de plus in. Toen zei die man, zei zo'n man buiten. Hebben jullie dit weer besteld? Ik zeg, ja, vindt u het niet leuk? Ik weet niet. Ik had vandaag heel veel aanspraak op een of andere manier. Dat gebeurt me normaal echt nooit. Maar goed, ik zal de boodschapjes even laten zien. En dan ga ik straks mijn dingen doen. Maar ik zal ze even pakken. Ik zal het even opschuiven. Ik zet jullie even neer, dan pak ik de spullen. Mijn blouse is inmiddels uit mijn broek gegaan, maar wat maakt het niet. Allereerst toiletpapier. Oh, wacht. Even, misschien hiermee. Toiletpapier dus. Ik heb hem even bij de Boni gehad. Bij de klussen hebben ze deze niet meer. Die had ik altijd. Prima. Brokjes in saus weer. Ik heb 3 pakken slaafwinkel meegenomen. Want die waren in de aanbieding. Even kijken tot wanneer ze goed zijn. Te gebruiken tot 6.11. Dat is niet heel lang. Maar daar heb ik er dus 3 van. Dat zijn alle minuut slaafwinkel. Een flesje chloor. Nou, nog meer slaafwinkel. De bakboter was heel belangrijk, die was op. Een broccolietje. Bonen. Ik had een rot zelfscanner, want hij wilde heel slecht zelfscannen vandaag. Pepernootjes voor in de pot. Kost ook helemaal niks voor zo. 60 cent. 3 shootjes, want die waren nu een eurotje. Die gaan er bijna alles in heen. Dan heb ik hier nog een pakje met vochtig toiletpapier. En ik heb handschoentjes. Een visas. Ik heb 2 pakken spekjes meegenomen. Die waren in de aanbieding XXL verpakkingen. Dus die heb ik. Ik heb hamburgers voor donderdag gekocht. Sperripjes voor zondag. De classics. Ik heb altijd classic. Ik heb nooit die hele scherpe. Die vind ik helemaal niks. Een pakje melk weer. Een pakje chudrans, want de sap pas op. Ik wist niet of het nog had staan. Heel weinig in ieder geval. Maar gewoon een keer zin in chudrans. Chocomel weer. 2 flesjes frietsaus, die waren in de aanbieding. Ik heb nu een keer kleintjes, ik heb normaal altijd de grote. Zij hebben nou trouwens ook recycle verpakkingen. Het was wel op de reclame geweest, maar ik had hem nooit gezien.
een pakje pleisters voor waterafstotende pleisters. Aangezien ik nogal vaak zeg maar dat ik dit moet afplakken heb, dan kunnen deze tegen water. Als het werkt. Een zakje patat. En twee flesjes Rivella, want die waren in de aanbieding. Dan ben ik hier opstaan. Ik word oud. Althans, zo voelt het. Bij Kruidvat heb ik deze M&M biscuits gehaald. Die was echt jeugdcentiment van vroeger. Bij Trekpleister had ik een pakje kubbensoep. Even kijken. En kijk, ik heb jeugdcentiment. Ik heb een Tamagotchi. Hij was echt maar 2 euro. En ik vond dit vroeger zo leuk. Ik dacht, die wil ik weer. Dat vond ik zo leuk vroeger. Dus een Tamagotchi. Dus hartstikke leuk. Ik ga dit opruimen. Ik ga zo meteen eventjes douchen. Dan ga ik even eten. Nou, straks persconferentie. Vanavond heb je bureau Hofstad. Als ik het goed zeg. Ik ga het wel even nakijken voor de zekerheid. Volgens mij zeg ik het goed hoor, maar ik weet het niet. Even. Ah. Ik ben gelijk helemaal moe. Ja, bureau Hofstad. Die heeft ook nog 401 buik. Maar ik weet niet of dat nog een nieuwe is. Ik heb hem voor de zekerheid opgenomen. Anders kijk ik dat nog eventjes. Verder heb ik vanavond nog een aflevering van Jordis. Of 2 afleveringen dan. En ga ik even Witse kijken. Verder wil ik de vlog afmaken. En foto's bewerken. Dus dat wordt verder de avond. Niet bijzonder. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat hier button met de rode knop. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!